Stijn en Geer podcast! Yay! We zitten hier met Martijn. Hij was jurylid tijdens Stuga Contest, wat in de AQ was. Er waren vier artiesten of vier bands aan mee. Uiteindelijk won Kernrevolutionaire Zaken, het nummer wat je straks gaat horen. Ja. Een nummer van hun ga je straks horen. En die mag ook meespelen natuurlijk, tijdens Stuga Fest. Ja, dat was de winnaar, die kreeg de prijs dat ze mogen meespelen. Ja, en dat is 7 februari in 20 verschillende studentenkamers en volgens mij ook een feestje in Tivoli de Helling. Dus dat moet sowieso helemaal goed komen. We hebben hier Martijn. Martijn, jij was een van de juryleden. Ja. Kun je iets vertellen waarom zij gewonnen hebben? Nou, we hebben met de rest van de jury gekeken. De jury bestond uit Lise de Jong van Paradiso. En Tamara van S, bekend van Vrouw Tamara. Bekend van de beste singer-songwriter van Nederland. Hebben gekeken van, hoe willen wij of hoe kunnen wij een act terugzien in een huiskamer of in een studentenkamer? Hoe maakt dat onderscheidend? Bij die andere acts had het ook makkelijk gekund, alleen juist Kernrevolutionaire Zaken is wat gedurfd. Het is wat uitdagender en het is niet. Het past niet. Of het, er zit geen hip-hop in het reguliere Stukafest-programma. Waarom is dat? Weet ik niet. Misschien dus je hebt daar verandering in gebracht. Als jury hebben zij daar verandering in gebracht. Ja, jury hebben wij daar verandering in gebracht. Misschien terecht, misschien onterecht. Misschien denken wij straks wel van, ja, oké, er past gewoon geen hip-hop op het Stukafest. Maar het is een hele maatschappij-kritische groep. En waar ik heel benieuwd naar ben, is of zij die boodschap nog beter naar voren kunnen brengen in een kamer van 30 man. En dus akoestisch. Hoe is dat met hun beats en gaan oplossen, weet ik niet. Mij lijkt heel tof als heel veel spoken word voorbij komt. Klein voorproefje kunnen we al wel krijgen trouwens. 13 januari bij Club 3 voor 12. De Nieuwjaarsduik. Spelen zij ook akoestisch. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En ik hoop dat wij met de jury een goede keuze hebben gemaakt. En deze gedurfde winnaar ook echt het verdiend heeft. Gisteren is het in ieder geval wel gelukt om indruk te maken. Wat is zo bijzonder als je zou moeten omschrijven? Hoe zou je ze omschrijven? Hip-hop met? Hele maatschappij kritische hip-hop. Dus geen hip-hop over drank, over bitches en over... Ik noem het altijd een beetje de breezer hip-hop. De breezer. Maar dit is hip-hop met een boodschap. Daarnaast was het gewoon reetstrak. Het is echt Chris, de rapper, zeg maar, die zit zo op zijn teksten, die weet de teksten zo goed, is zo op de muziek ingespeeld. Ja, het wordt heel strak en ze geven een goede showpresentatie. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, wij gaan nu luisteren naar Kernrevolutionaire Zaken. Dankjewel, Martijn. Oké, okay, yo.